Hier aan Bas zou het Friesland net lessen. Meer als 1100 oproepen hoe zieke of verwoende besten krijgt de dierenambulance Zuid-Eest Friesland alle jaren op zijn locatie in Drachten. Hebben we een ritje? Op 19 januari 1993 wie de oprichting van de stichting, joert dus precies 25 jaar lang. Een lange periode, met ups en downs. Een dieptepunt wie twaalf een verschil van inzicht bij de vrijwilligers, maar is gevolg de oprichting van een concurrerende dierenambulance. Voor ons is het gewoon jammer dat we twee teams hadden die 24 uur per dag beschikbaar waren en alles. En voor de burger vinden we het heel jammer, want die binnen vaak een beetje in de war, die snappen het net. Het bestuur en de vrijwilligers hebben haar intussen bij die situatie deadline. En verder gaat het goed. De ambulance is krijgt nij, het onderkom voldoet goed en er binnen 13 enthousiaste vrijwilligers. Niet één dag is hetzelfde. Elke rit is weer anders. Je komt van allemaal aparte dingen tegen. Haardgast is Joet deze Europese Oehoe. Een enorme oele van 3 kilo zwier en een indrukwekkende spanwierte van meer dan 100 meter. Deze Oehoe wie in het 25-jarig bestaan een van de opvallende patiënten van de dierenambulance. De dierenambulance moet hem financieel zien hielendal zelf bedrippen. Met hulp van de rittenvergoeding en donateurs. Subsidie van de oerheid is er net. Maar de wie van dier een mooie tafvaller. We zijn een erfgenaam worden van iemand die overleden is. En die het gedeelte van de erfenis is voor ons en een gedeelte voor een orenstichting. Maar tegelijk zijn we dan erfgenaam worden. En de sponsors, Zwarge Joert, mij het 25-jarig bestaan van gebak en oranje koeken. Hey, nee. Oh, dat ging snel.